23 februari 2010, de zwartste dag uit die carrière, denk ik. Ja, minder dag. En daar zien we, zowel ik als de rest van het team en misschien wel heel Nederland, zich een oren voorstellen begonnen. Waar ging het mis? Ja, ik weet eigenlijk niet precies waar, maar ik weet niet welke ronde of zo, maar ik dacht dat ik nog iets van zo'n of acht ronden moest. Ja, en ik eigenlijk wel trof dat ik hem eigenlijk die rit in de pocket hier. En ik hield heel veel oerwicht in de rit, ik reed heel makkelijk. En ja, ik kwam van binnen en ik, op de 10 kilometer op de lange afstand rit ik altijd de binnenbocht, waaier ik uit. Ik ging betier naar buiten om de druk van de linkerpoort uit te halen. En op dat moment dat ik daar al aan de buitenkant ben, komt Kempkes, kom ik in zijn gezichtsveld. En ik denk, ja, oké, hij komt buiten en hij moet nog naar binnen. En ik blauw mijn buiten in, want ik denk, ik moet gewoon naar buiten. En dat denk ik helemaal bij Unai, want dat is een automatisme. Maar en ik rot en naar binnen. En ja, wat doe je dan? Oké, misschien heb ik het verkeerd. Dus boem, naar binnen. En in eerste instantie denk ik nog, oh, gelukkig, ik ben binnen. Maar als ze me net disqualificeren, dat ik mij invoer door die pionnen in. Maar nog een keer rond te gaan, dan kom je toch achter aan het publiek en aan de sfeer dat het net helemaal goed gaat. En ja, dat is gewoon balen. Ik zie echt een vriendinnen, die zie ik op de tribune, die zie het lichaam met de handen voor één. Ja, nou, dat zeg ik, je drijft jou rond voor het einde. Ik denk, ja, dit is net goed. En toen ik, als die bocht in je ries, dan zeg ik gewoon, zeg ik Naomi en zij de mem zitten en zo. En zie Naomi ziet als zij. Ik denk, oh nee, kut. En toch is de beste tijd. Vier mooi. Ja. Zelfs daar nog, want ik heb eigenlijk net volle meer dan die, maar vier rond te gaan. En goed, ja, de kerst in het wereldrecord rijden, maar het helpt niks. De kerst er niks mee. Kwam stoere Finis de hand toch nog even omheen? Ja, nou, ik dacht eerst van, nou ja, maar ik denk, nou ja, oké, misschien heb ik werk disqualificeerd om die pion. Ik denk, ja, dan moet ik in ieder geval bluffen. Dat ze me net meer durven te disqualificeren, dat ik met iets met die pion gebeurd is. Maar toen hing ik al heel snel terug dat ik gewoon helemaal verkeerde baan wie en... Ja, kloten. Het gekke is, of het gekke, het ging zo verrekte goed. Ja. Alle slagen winnen raak. Ja. Ik heb hier nog nooit zo mijn plezier rijden, jongen, nee. Als ik eerlijk ben. Nee, ik rijd heel makkelijk. Ik denk wel, iemand van mijn beste, zijn net mijn beste 10 kilometer ooit. En ik ging gewoon volledig in controle. Ik rijd heel makkelijk. En ik ging wel best wel wat mijn materiaal zitten klommen in les per dagen. En ja, dus hier ik eigenlijk helemaal goed. En ik stapte van de morgen op de eerste. Ja, top, je rijdt echt goed. En liet maar komen. Zo reed ik, die rit ik. Maar ja, dan er dan zulke dingen gebeuren. Dus ik heb kerst niks meer mee. Is de lotting ook mooi, hè? Oh ja, hier super lotting. En goed, achterhoud je de lotting nog niet eens heel veel uitmaken. Want die jongens erin, eigenlijk, die is heel goed. Maar ja, ze dienen het wel op een goede manier. En dat is echt belangrijk. Hoe nog verder? Ja, hoe verder? Ja, met de verder. En ik ging morgen met die jongens weer teampursuit trainen. En ja, zorgen dat het dan maar 12 medailles in plaats van 3 binnenhalen. Ik zie Henk Emsen. Die had hij als eerste troost. Ja, goed. Ik denk dat op dat moment allemaal heel weinig uitmaakt. Moest het zelf allemaal verwerken. Ja, wie zal het best wel meesten om die heen. En iedereen, natuurlijk had iedereen het beste maar die voor. Maar uiteindelijk moest het gewoon zelf doen. En ik moet het zelf op het eerst doen. Ik moet zeggen dat ze het allemaal heel knap doorst en heel knap opvangst. Ja, nou goed, dank je. Maar dit is mijn manier en ik denk dat het beste is. En ik heb wel heel moeilijk ook in het bank in, maar dat wordt voor mezelf net makkelijker op, denk ik. Bedankt. Okay, ja.